gaan zitten. Oh ja, nog even mijn pen pakken. Ik ben Rachna, ik werk bij de kleuters in de Tinteltuin en ik werk heel veel met mindmappen met kleuters. Wat hebben we maandag gedaan? We zijn naar de boom geweest. We zijn naar de boom geweest en hoe oud was die boom ook alweer? 100 jaar. Die was al 100 jaar oud, dat was een hele oude boom. En dan 's ochtends hebben we sowieso een praatronde. En een praatronde is iets dat kinderen mogen dingen meenemen. Of dingen vertellen die ze hebben gedaan of hebben gezien. En heel vaak zijn er in die praatronde al ideetjes of onderzoeksvragen die komen. Ero, wat was de vraag over de spin ook alweer? Hoe maakt hij het web in zijn buik? De vraag van Ero was: hoe maakt een spin een web in zijn buik? Wie weet dat? Hoe zou een spin een web maken? Waar komt dat web vandaan? Waar komt dat uit? Uit de poep? Ero denkt dat het uit de poep komt. Wat denken jullie? Uit de buik. Uit de buik, dat kan ook. Ero had een vraag over hoe dat een spin zijn web maakt. De ene zegt uit de mond, de andere uit de buik, de andere uit de poep. Dus we hebben dat dan in een woordspin gezet. En we hebben eerst aan alle kinderen gevraagd van wat weten we over spinnen en wat weten we over het web. Waar kunnen we zien dat het een spin is? Omdat ze vliegjes vangt. Ze vangt. Vliegen, ja. En hoe kunnen wij zien dat dat een spin is en geen kevertje? Wat is er zo? Ze hebben 8 poten. Ze hebben altijd 8 poten. En 8 ogen. Hebben ze 8 ogen? Gaan we het opschrijven? Kunnen we het straks opzoeken? Een mindmap voor mij is eigenlijk een hele makkelijke en mooie en goede manier om samen met kleuters tot iets te komen. Als we mindmappen, zie ik dat ze ontzettend betrokken zijn, maar ook echt gaan nadenken. Ze leren daar zoveel uit, want de ene zegt dat en de ander zegt dat. En dan denkt de ene van, hé, dat wist ik nog niet. Het is een soort kettingreactie dat je krijgt. En dan kun je al gaan onderverdelen ook, wat ook ontzettend goed is. Of je kunt nieuwe woordenschat dan aanbieden. Zeg, waar heb jij die gevonden, die spinnetjes? 1 in huis en 1 was op de grond. Op de grond gevallen. Zijn het kruisspinnen? Dit is een kruisspin, maar deze weet ik niet. En kijk eens het verschil. En nou, kijk eens naar de poten. Die heeft langere en korte. Ja, je hebt lange poten en korte poten. Dat is ook nog eens iets. Als we alle gedeeltelijk antwoorden hebben gekregen of wat kinderen denken of zo, dan vertrek ik eigenlijk met het kind wat die onderzoeksvraag geeft naar de onderzoekstafel. Waar de biep staat, de atlassen, de dierenboeken, een microscoop. Er staan allemaal dingen die je echt daarvoor kunt gebruiken en de rest gaat zelfstandig aan het werk. Een spinnenweb wordt door spinnen gemaakt en het bestaat uit spinsel. Een spinnenweb bestaat uit spinsel. Maar het komt niet uit de poep. Weet je waar het vanuit komt? Uit de tepels. Uit de spintepels. Weet je wat dat is, een tepel? Jawel. Vertel eens, wat is dat, een tepel? Ik heb er één. Ja, inderdaad, wij hebben er ook. We hebben er allemaal 2. Mijn taak daarbij eigenlijk is om die vragen zo concreet te maken dat ze er eigenlijk heel snel ook een antwoord op kunnen vinden. Ik lees voor wat ik vind. Daar pikken zij ook vaak meteen uit wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat zij heel belangrijk vinden dat een spin een soort tanden heeft of zo. Dat iets is wat in hun hoofd blijft plakken. En ja, dat is iets wat je moet begeleiden en dat gaan we dan samen op papier zetten. Ik schrijf het op. En ik heb heel graag dat ze er illustraties bij maken, omdat ze dat dan ook beter onthouden. Moeten we er ook nog bij zetten over de poten, over de ogen? Ja, maar ik plak maar eerst en dan zoek ik nog waar er nog plek is om bij te schrijven. Goed? Dan moet je een plaatsje zoeken waar dat ze nog kunnen spinnen. Zij denken niet met lettertjes, hè. Zij denken met beelden gewoon, omdat ze nog niet kunnen lezen en schrijven. Eigenlijk zoals wij een lijst zouden maken of iets zouden opschrijven om iets te onthouden, doen zij dat met die beelden dan, hè, met die mindmap. Sander, wat heb jij gisteren getekend? Wat gaan we morgen doen? Zwemmen. We gaan zwemmen morgen. Ik ga het even opschrijven. Waar doen we dat? In het zwembad. In het zwembad. Alleen in het zwembad. Kun je, Elias, waar kunnen wij nog zwemmen? Toch? In de zee. In de zee. En dan moet je zwemkleren aan. Maar morgen gaan we niet in de zee. Zwemkleren aan.
Heb je gehoord wat Elia Loes zei? Wat hebben wij morgen nodig? Zwemkleren. Zwemkleren, inderdaad. Een mindmap van het zwemmen heb ik vandaag gedaan omdat we morgen voor de eerste keer met de jongsten gaan zwemmen. En omdat ze zo heel goed kunnen onthouden wat ze eigenlijk nodig hebben, omdat ze er zelf op komen. Ik heb nog iets heel belangrijks gehoord. Ja. Wat moeten wij morgen zeker meenemen? Zwembadjes. Zwembad. Heb jij geen zwembad? Ga je in je blootje zwemmen? Nee. Wat ga je dan aandoen? Ga je een zwembroek aandoen, een zwempak of een bikini? Een zwempak. Oké, een zwempak. Het staat erop. Zwempak. Ik ga hen niet vertellen van je hebt dat nodig en je moet dat meenemen en vergeet je zwemzak niet en zo. Nee, ze hebben nu eigenlijk allemaal zelf nagedacht. Wat heb ik nodig? Wat moet ik meenemen? En door dat zelf te vinden en daarover na te moeten denken en dat dan nog eens een keer opgeschreven te zien worden en andere kinderen dat te zeggen, zit dat in hun hoofd. Die weten heel goed wat ze morgen moeten meenemen.